de voorronde kwam België alweer terecht bij Nederland samen met Luxemburg. Het Groothertogdom was al vlug uitgeschakeld en daarom was België-Holland op 3 april 1938 eigenlijk een formaliteit. Toch stond Antwerpen traditiegetrouw op stelten en stroomden er liefst 60.000 mensen naar de uitgebouwde Bosuil. Maar toch kwam Oranje op voorsprong. Van Spaandonk verslaat doelman Badjou. Beaucoup plus acharné à Anvers où se rencontrent les équipes nationales de Belgique en culotte noire et de Hollande. In de tweede helft komt België langs zij dankzij een kopbalgoal van Rick Isenborgs. Het enthousiasme was groot en zowel Rijkswacht als hulpdiensten hadden de handen vol. De plichtplegingen bij de Engelse scheidsrechter Jewel werden voor België waargenomen door aanvoerder Nils Steijnen. De Belgen togen met overtuiging ten aanval en schiepen heel wat kansen. Devant une foule très nombreuse, criant à chaque instant son enthousiasme, se déroule une partie très violente. Les deux équipes sont de force égale et le match se termine sur le score de 1 à 1.